En staatsoliemaatschappij Suriname NV en haar nieuwe partner Columbus Energy Resources PLC uit Engeland hebben gisteren het productiedelingscontract voor het weg naar C-blok WNZ ondertekend. Het Brits bedrijf zal naar olie zoeken in dit gebied dat een oppervlak heeft van 901 vierkante kilometer. Columbus toonde belangstelling voor het WNZ-blok binnen de Open Door Invitation 2019 voor onshore Suriname en bracht in januari een bod uit op het gebied. Rudolf Elias, Managing Director van Staatsolie, en Leo Koot, Executive Chairman van Columbus, tekenden het contract. De overeenkomst is 30 jaar geldig. Tussen de twee partijen is overeengekomen dat er in de eerste 7 jaar een minimum exploratieprogramma wordt uitgevoerd. Alle kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van Columbus. Staatsolie heeft de mogelijkheid om tot maximaal 50% mee te doen in de ontwikkelings- en productiefase. Zo meldt Staatsolie in een persbericht.